Bas, op weg naar Budapest, Grand Prix. Heel belangrijk, want je kan je daar plaatsen voor de Olympische Spelen. Hoe staan de zaken ervoor? Ja, goed. Ja, zoals je zegt, Budapest, laatste Grand Prix die meetelt voor kwalificatie. En ik moet morgen tegen een Rus. Normaal gesproken zit er alleen maar een nachtje slapen tussen, maar nu zit er zelfs een dag tussen. Dus kan ik ook iets later vertrekken. Dus morgen tegen een Rus bij de beste 64. Er zijn er nog 4 over die mij in theorie in zouden kunnen halen. Die gaan het morgen ook heel lastig krijgen. Maar ik wil vooral naar mezelf kijken. De top 16 zou genoeg kunnen zijn voor de spelen, om de spelen zeker te stellen. Dus daar ga ik voor. De beste 2 van Europa die gaan door, hè, naar de Olympische Spelen. Ja, de beste 2 van Europa die plaatsen zich direct. Mocht het zo slecht gaan morgen en mocht iedereen boven mij eindigen en medailles pakken, dan heb ik nog 1 kans. Dat is het zomertoernooi. Nou, daar ga ik niet van uit. Ik focus me echt op die individuele kwalificatie, directe kwalificatie via de World Ranking. Dit weekend moet het gebeuren. Gaat het gebeuren? Zeker, ja.